Bloot, 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 belet, bloot, beleg, met bro, beleg, waar zit je, bloot, belet? Welkom bij de nieuwe aflevering, waar zit... Oh, hallo! Hallo. We zijn hier met een hoop mensen, want wat zijn we hier aan het doen, bloot, belet? Ik denk dat er hier een grote verbouwing bezig is, want inderdaad. Hier is iets pech. Inderdaad. Wat? Oh, even kijken, ik denk dat we het huis naar achter moeten doen, bloot, belet. Dat we even net als hier zo, kijk, daar heb ik hier een klein stukje overgelaten, zie je dat? Oh ja, oké. Okay. Ja. Ik kan wel eentje naar achter. Ja? Laat. Ja? Tof. Moet ik hem even wild editen dan? Of heb jij wild editen? Oh, ja, dat kan ik. Oh, doe jij maar. Oké, tof. Nee, dan houden we een beetje dit hier open, want kijk, dames en heren, dit is een nieuwe Main Street. En het ziet er allemaal lekker fris en fruitig uit. Ik dacht, ik ben gewoon random aan het bouwen en ik dacht, nou, misschien is het leuk om even een filmpje van te maken. En dat komt, de oude Main Street is gebouwd door iemand anders. En daardoor... Zo, het geluid staat echt keihard. Zo. En ik weet, de oude Main Street is door iemand anders gebouwd van het team. Die is nu weg van onze crew, helaas. En ja, dit was zijn bouwstijl. En we hebben nu een soort van andere bouwstijl. Die eigenlijk in mijn ogen veel minder rommelig is dan deze werkjes. Deze gebouwtjes. En iedereen komt achter me aan, hallo. En daarom, dit gebouwtje vind ik dan super leuk, dit kleintje. Maar... ja, dit zijn de vernieuwende gebouwtjes. Ziet al veel fleuriger en leuker uit, vind ik zelf. Ja. Nou, en hier ga ik dus een beetje mee rommelen. Even kijken, nou, wat zullen we hier doen? Ik denk dat er een heel leuk raampje hier binnenkomt. Ik zal nog een rij erop doen, zo. En nog een rij, dat kan geen kwaad. Zo. Kijk, dit zijn allemaal decorstukken. Dat betekent, decorstukken zijn meestal degene die... oh, dit ziet er niet uit, jongens. Ik doe dit ook maar even van dit spul, denk ik. Zo, dak. Doe je het te zeven? Ja, dit ziet er veel beter uit. Nou, dat loopt dan weer naar achter door, dit zo. Dat moeten we allemaal doen. Huppakee, met de hand natuurlijk. Oldschool met de hand. Dat is het beste. Dat was in het begin met die bomen planten. Oké, ik moet iemand zijn skin checken. Dat even snel doen, jongens. Tess, wat heeft Tess voor skin? Heel originele skin. Not. Nee, dat is zo'n skin met die trui aan, weet je wel? Met dat vest, met die twee touwtjes. Of met zo'n koptelefoon op. Oh. Dat heb ik al echt te vaak gezien. Maar je bent wel in de video, yes. Dus dat is wel vet, toch? Ja, hallo jongens. En er staat ook een meisje te staren. I-Star Song. I-Star Song! Oh, wacht eens even. Oeh. Ik ga even een geintje uithalen, let op. Oh jee. Oké, waarom lukt het nou niet? Teleport in Roy, waarom lukt het nou niet? Oh, dat is jammer. Oh ja, dat komt zo. Naar mij. Let op, echt zo hè, let op, kijk zo. Hey! Hey! Kom van de dag af! Waarschuw niet meer! Nee, van de dag af! Waarschuw niet meer! Oké, sorry. Moest even. Roy, je zit op het dak. Is het? Doe maar niet. Sst. Ah, Rovi zit op het dak. Ja, daarom. Nee. Dan zeg ik, kom aan het dak af. Waarschuw je niet meer. Ken je dat nummer? Ja, dat ken ik. Oké, dan heb je niet onder een steen geleefd. Het was een test, hè? Het was een test. Of je het kende. Of je het kon. Zo. Anders had ik onder een steen geleefd. Ja. Bedankt voor het compliment. Nou ja, dat is misschien wel een compliment. Ik vind, jongens, dat is echt een regel... bij dat witte spul. Dit zou nog kunnen veranderen in dat spul. Dat is een soort van... mushroom is dat. Dat is ook heel mooi wit. Heel apart. Een beetje grasp wit noem ik het. Daar kunnen we ook hele leuke dingetjes van maken. Ik ga er gewoon hier eens wat van maken. Heel klein winkeltje komt hier. En dan maken we dit van een soort van glas. Soort van glas. Ja, ken je dat niet? Ik ken alleen maar wit glas. Rood glas. Oh. Blauw glas. Oh, er staat iemand voor. Yes, weg! Yes! Yes! Ik waarschuw je niet meer. Kickstar, of je gaat weg. Kickstar. En gewoon dreigen. Van. La 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 la. Kijk maar uit. Ik heb hier een kickstar. Kijk uit. Kijk eens wat ik doe met die kickstar. Kijk eens wat ik doe. Moeten jullie ook even kickstar? Wow. Moet je ook nou, je had toch gewoon star. Hè? Moet je ook lekker kickstar? Hè? Kijk maar uit voor de kickstar, hè? Sorry.
Dan heb ik al even. En dit is misschien wel een gebouwtje. Weg! Ben je met de kickstar? Ben je met de kickstar? Oeh! En dat jammer, is jongens. Hoe met de kickstar? Hoe met de kickstar? Nee. Nou, hier even. Kijk, Doters. De regel. Sorry. Brik hoort wit bij. En nog mooier is natuurlijk bij de brik. Dat is natuurlijk de. Weet u het dan? Sowieso dit zo. De steen. Ja, de stone slab. Oh, je brik is sandstone ook wel mooi, hè? Oh ja, de slabs. Die ken ik niet, dus dan. Wat nog meer? Wat zit jij nou weer met je groene spul? Wat? Spul. Oh, je gaat nog even opschrijven, deze. Ja, wacht. Die klas, als die helemaal klaar is. Ja, oké. Ja. Oh, zo. Groene boompjes. En dan kunnen we dat hier ook nog doen. Zo. Kijk, het ziet er al veel frisser uit. En dan zouden we erboven zo nog even met buttons werken. Want buttons maken het ook wel heel erg leuk. En dan vooral zo. 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 Ziet er wel leuker uit. Hier moet het een beetje leeg. Dus als we hier nou ook een raampje maken. En dan dacht ik aan een fensraampje. Misschien met donkere fens. Je moet wel proberen, hè? Zo. Kijk, dat ziet er wel leuk waarom uit. Waarom ook niet? Sst. Zit de meneer te klooien met de deur? Facebooking. Mooie skin. Hij heeft een beetje creepy skin. Zijn oogjes staan ook niet helemaal in het midden. Dat ene oogje had nog een beetje links gemoeten. Ja, ja, ja. Oké, wat kunnen we hier nog meer doen? Ik dacht zelf aan stoompilaartjes. Dat maakt het ook wel heel erg leuk. Dat gaan we ook even ergens gebruiken. Stel je voor, je zou ze hem hier doen. Ik zeg gewoon wat te testen hoor. Zo. Ik ga eens kijken hoe dat eruit ziet. Het kan wel. Ik vind het niet mooi. Dus ik kan hem weg. Zo. Ja, je moet dingen proberen, hè? Dat weet je, Irma. Mm-hmm. Oh, Starshong. Zeker. Niet in de weg staan. Oeh, twee keer gekeken in de aflevering. Oeh. Top, Irma. Kijk, zo. Het ziet er wel leuk uit. Kijk, dan kan je een beetje diepteverschil krijgen. Het ziet er leuk uit, want dat steen dat sluit ook weer aan bij bruin. Nou, en dan zoals we hier al met die soort van, ja, boeken hebben gedaan, zou ik hier ook heel graag dingetjes voor de muren willen zetten. Voor de ramen. En dan denk ik zelf aan, even kijken, wat zouden we ervoor kunnen zetten? Chesten misschien? Of bloemetjes? Je zou bloemetjes kunnen neerzetten, hè? Met de nieuwe botsel, hè? Denk je niet? Wel, ja. Ja, en dan de roosjes. Kijk, dan krijg je dit effect, als je dat hiervoor zet. Oh, er staan weer mensen voor. Zo. Kijk, ik star. Nee hoor. Kijk, en je zou hier bijvoorbeeld ook een rood bloemetje en je zou hier nog wat andere kleurtjes kunnen zetten. Zoals een klein tulpje. Of bedenken van die blauwe. Dat is ook wel heel gevarieerd met kleur. Zo. En je komt daar binnen zo. Dan ziet dat er heel fleurig fleuter uit. En dan zou ik nog die rode daar zou ik veranderen in een grote bloem. En dat is namelijk de peonie. De peonie is ook een prachtig nieuwe bloem. Vind je ook niet? Mm-hmm. Ja, die vind ik echt schitterend, die bloem. Nou, sowieso weet ik nog één heel leuk ding. Dat ga ik laten zien ook. Even kijken hoor. Dat is de pak je de potsel. Dat heb ik stiekem gejat van Craventure. Die had dat idee in een nieuw park. En ik dacht, oké, die ga ik even jatten. Want dat is eigenlijk een schitterend idee. Ben ik nou bad guy of niet? Ja. Ben ik nou bad guy, ja? Kijk, nou, stel je voor, we doen dadelijk hier wat bouwen. Dan doe je dat zo. Dan pak je de trapdoors. Die zet je eromheen. Maar daar gaat het niet meer. Dus dat is vervelend. En waarom gaat het daar niet meer? Omdat het dan niet meer gaat. Oh nee, het gaat niet meer. Nou, dan maken we hem breed. Ja, je hebt het gewoon kapot gemaakt, toch? Weer al. Domme. Wie? Ja, je alweer hebt het weer kapot gemaakt. Kijk, ik heb niks gedaan. Het lukt niet. Je hebt het weer kapot gemaakt. Nee. Nou goed. Met de boze blobleds. Gaan we even door. Ben die bol. Stiekem wel. Boos. Kijk, plaatsen we twee van die boompjes zo. Nou, en dan gaan we een tweede laag proberen te verzinnen voor dat stukje. Nou, je zou je dus een raampje nog in kunnen plaatsen. Dat dit gebouwtje hoort bij dat. Het hoeft niet per se. Elk dingetje hoeft niet een deur te hebben op zich. Wat zou het mooiste bij wit passen? Nou, je weet dat breek mooi past. Maar we gaan nog even een andere kleur proberen te kijken. En ik denk gelijk aan, als je klein type, het paarse klei.
Dat hebben we nog weinig gebruikt. Of het light blue stained clay. We gaan gewoon allebei proberen. En deze wil ik proberen. Oké, let op wat er gaat gebeuren. Als je nu paars erbij doet. Explosie. Nee, dat valt mee. Of roze. Dat ziet er ook nog aardig. Dat ziet er echt heel aardig leuk uit. Nou, stel je voor, we doen het zo breed ongeveer. Nou, dan kijk je ongeveer hoe het er nu uitziet. Ik zou er nog een laagje op doen. En dan zou ik zo doen. En dan zou ik erachter dadelijk nog raampjes plaatsen. Dat ziet er echt heel leuk uit. Kijk, stel je voor, we doen daar een raampje. Daar doen we een raampje, een groot raam. Zo. En dan moeten we nu even naar de andere kant kijken. Dat ziet er echt heel leuk uit. Nou, het ziet er al een stuk leuker uit. Mis nog wel details. Dus jongens, dan weten jullie het alvast. Met deze kleine bouwupdate. Dat de mainschiet wordt aangepast. Oeh. Hallo meneer. En wie denk je dat jij bent zo hier opeens? Zo ja, nee. Ik meen dit. Ik ga het nu doen. Ja, ik ga het gewoon nu doen. Ik ga het nu doen. Probeer maar te stoppen. Oké. Okay. Vliegen. Zo. Misschien. Nee. Zo. Oké, mensen. Bedankt voor deze leuke. Voor dat jullie kijken naar deze update video. Je ziet ook dat de weg verbreed wordt. Van zo klein naar zo breed. Dat is veel vetter, hè jongens? Nou, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het meedoen, Blobelet. En Roy van de dak af. Kom van de dak. Doei. Ahem. Doei. En Irma voor het commentaar geven. En daar passeert een Erik. Video's voorbij, dan kom jij. Ja? Yeah. Oh. Hallo. Hallo. Doei. Doei, mensen. Oh, wauw. Je bent ook mooi. Dat is mooi. Dat is mooi. Ben ik een Belg? Mooi. Jij bent een Belg. Wow. Jij bent een grote Belg. Ja, ik ben een grote Belg. Ik dacht, jullie komen ook nog eventjes bij de Tower of Terror kijken. Nee, ik ben een Volgende keer gaan we bij Tower of Terror kijken.